Ja, Kerkstraatplage is heel belangrijk. Denk ik niet alleen voor mij, maar voor iedereen die hier in de buurt woont. Want Kerkstraatplage, dat is eigenlijk ja, een feest. Een feest dat iedereen bijeenbrengt. Er zijn mensen die samenkomen hier samen te komen eten, om naar de muziek te luisteren, te genieten. Maar het is vooral ook een feest omdat je ziet dat iedereen eigenlijk komt helpen ook. Er zijn heel veel vrijwilligers, allemaal mensen uit de buurt. Ik zelf woon ook in de buurt. En iedereen draagt zijn steentje bij. De ene komt opdienen, de andere komt in de keuken, de hele dag in de keuken staan om te koken, vrijwillig, voor de mensen uit de buurt. Om mee te genieten van de sfeer. Het is een typisch buurtfeest. Heel veel mensen uit de buurt komen hier. En aangezien dat ik ook zelf woon in district Antwerpen, dacht ik, ah, ik ga daar ook naartoe met vrienden. Het is goede muziek. Ja, lekker eten ook. En ja, heel veel mensen die hier samenkomen. Wel, ik denk dat iedereen hier vanavond is om te feestvieren. Hè. Het is een feestelijke editie, de 12e. We doen het al 12 jaar lang en uiteindelijk is dat de bedoeling dat we hier de buurt een beetje bij elkaar brengen aan de hand van muziek, van kinderanimatie, rommelmarkt, brunch. Eigenlijk een allegaartje van activiteiten. Vooral het feit dat dit een feest is dat georganiseerd wordt door de buurt en voor de buurt. Want zoals je dat je kan zien hier achteraan, zijn heel veel mensen van de buurt die ook vrijwilligerswerk doen. En ja, ik vind dat heel belangrijk als districtsvoorzitter ook, dat zo'n feesten mensen uit de buurt bijeenbrengen en mensen ook verbinden. Ik vind dat heel belangrijk en vandaar ook mijn aanwezigheid. Ja, ik denk dat iedere keer het een voltreffer is als het dan gaat over sfeer maken. Je ziet het hier achter mij, mensen amuseren zich. Iedereen, jong, oud, klein, groot, iedereen kan zich hier ergens wel een deeltje van het programma heel plezant vinden. En je ziet dat eigenlijk ook aan de mensen die hier allemaal komen werken. Er zijn 180 vrijwilligers die hier iedere keer klaarstaan om de mensen te bedienen. Ja, ik denk het wel. Ik wil deze organisatie steunen. Ik vind dat ze het fantastisch doen. Het is al 12 jaar dat zij zich inzetten voor de buurt. Dat vergt een hele organisatie, maar het is elke keer een fantastisch evenement van 3 dagen. En ik wil daar ook mijn steentje toe bijdragen. En ik heb ook vandaag en gisteren wat geholpen hier bij het eten en bij de organisatie. We'll be right back.
van Kerkstraat Plage. Morgen nog een hele dag en hopelijk een stralende dag, net zoals vandaag. Maar nu vooral feest. Dames en heren, Kerkstraat. Mag ik aan u voorstellen, een man die van hier in de buurt komt, die is, zoals wij zelf allemaal, van overal, maar vooral ook van hier, de enige man die het ooit heeft aangedurfd om een plaat te maken over ons gezamenlijk geboortejaar 1983. Een ongelofelijke aanrader, moet u zeker downloaden van een platenboer bij u in de buurt van het internet. Ladies and gentlemen, mag ik nog één keer al die handen in de lucht zien? Kerkstraat Plage, maar allemaal! De achterkant van het plein is niet aan het meedoen. Steek uw handen in de lucht en make some noise voor Merda Tappen! Nee, voor mij is het ook de 12e keer. Ik woon hier ook al... vanaf het begin heb ik ook mij ingezet voor de buurt. Samen, maar vooral met de mensen die het trekken. Dat is Johan en Els en Wis en heel veel andere mensen die de trekkers zijn. Maar het is eigenlijk een ganse ploeg van meer dan 100 vrijwilligers. Meer dan 100 vrijwilligers die allemaal iets doen. En ik doe maar een klein stukje, maar alle kleine beetjes helpen. En het ding is, iedereen kan zich hier amuseren. En dat is vooral de sterkte van Kerkstraat Plage. Ieder jaar is er voor iedereen iets te zien. En voor iedereen eigenlijk een deeltje dat leuk is. Ik was hier gisteren ook al. Het is een driedaags feest. En ik heb gisteren wel een aantal mensen uit de buurt, want dit is een heel diverse buurt, ook een aantal diverse mensen met een diverse achtergrond gezien natuurlijk. Maar ik kan wel benadrukken dat het nog altijd wel beter kan, uiteraard. Hè. Absoluut. Volgend jaar nog meer van dit. Hoe meer handen, hoe lichter het werk. Absoluut. Voilà. En als de mensen zich nog geroepen voelen om ook volgend jaar mee te helpen, alsjeblieft laat het ons weten. We kunnen alle hulp gebruiken.